De Tweede Kamerverkiezingen komen steeds dichterbij en we zien dan ook steeds meer politici en lijsttrekkers terug op televisie. Waar de grote vrouw op rechts, Dylan Jessieltsjols, haar eerste grote interview vrijdagavond heeft gegeven in Op 1, hebben we de leider van links, Frans Timmermans, nog nergens zien zitten. Hoe zit dat? Politiek verslaggever Thomas van Groningen vindt het ook opvallend, zegt hij aan tafel bij Op 1. Daar wil ik het nog even over hebben, want ik kreeg van een groenlinkser de vraag: "Waar is Frans Timmermans?" Ik zie iedereen bij jullie aan die tafel, dus ik zie overal politici en lijsttrekkers opduiken, maar Frans Timmermans? Ik heb hem nog niet gezien. Thomas is er direct even ingedoken. Nou, dat zijn we gaan uitzoeken en wat horen we? Hij is in het land, dus het kan zomaar zijn als je ergens bent dat je Frans Timmermans tegenkomt. Ze zeggen bij de campagne van PVDA en GroenLinks dat ze bewust een beetje low-key beginnen, en de theorie daarachter is dat hij toch nog een beetje moet acclimatiseren. Acclimatiseren in Nederland verduidelijkt Thomas na al dat internationale geweld waar hij uitkomt. Hij zit dus aan keukentafels, hij voert gesprekken met mensen en uiteindelijk is het de bedoeling dat hij zondag, vandaag, red, dan groot zijn campagne aftrapt, waarbij dan wel opvalt dat hij volgende week meteen naar het buitenland vertrekt. Hij vervolgt, ik vermoed, omdat ze bij GroenLinks en PVDA toch ook een beeld willen neerzetten van, dit is de staatsman, de man die internationale ervaring heeft. Waar gaat Frans dan naartoe? Hij gaat naar Canada, onder andere Trudeau daar ontmoeten. Linkse leiders zijn daar samen en daar gaat hij naartoe. Best opvallend, vindt Thomas: De campagne van PVDA GroenLinks begint dus in Canada en niet in Nederland. Dat is opmerkelijk.